Ter verhoging van de kwaliteit en de veiligheid van de Toetlivo-kanaalweg rechts heeft het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie besloten damwanden aan te brengen. De stalen beschoeiingen moeten verzakkingen in deze belangrijke ontsluitings- en verbindingsweg tegengaan. Het startsein voor het heen van deze damwanden werd op woensdag 13 mei 2020 gegeven door minister Vijay Chotkan. De bewindsman legt vooral de nadruk op de meerwaarde van de weg. We geven vanaf vandaag invulling aan een behoefte die niet alleen de bewoners van het Toetlivo-kanaal hebben aangegeven, maar in principe de gebieden die ook ietsje verderop liggen, zoals Lelydorp, maar ook Domburg, maar ook andere mensen die van hier verplaatsen naar Paramaribo. Wat ik u daarmee wil aangeven is dat Toetlivo-kanaalweg een weg is die van eminent belang is wanneer we het hebben over de doorstroming van het verkeer, wanneer we het hebben over het makkelijk kunnen verplaatsen van punt A naar punt B, maar ook omdat zoveel Surinamers hier woonachtig zijn die elke dag gebruik moeten maken van een weg die ik dacht 13 jaar geleden geasfalteerd is geworden. Als je een goede asdruk hebt, een brede weg hebt en je kunt een hele goede doorstroom hebben, vooral die, wat noemen we de backbone wegen, highway, weten wat nu gebeurt, hier tot Livoven, nu weer, dan weten wat het kan betekenen voor dienstleveringsbedrijven, voor productiebedrijven. En de foreign direct investor, dat zijn de buitenlandse investeerders, waarnaar kijken ze? Ze kijken naar de infrastructuur dat goed is, want daar moet het, gaat het kostenbesparend zijn voor hun kostprijs. Men kijkt naar telecommunicatievoorzieningen, men kijkt naar energievoorzieningen. Als hun behoefte groeit, kun je die energie leveren. Men kijkt naar wetgeving voor ease of doing business. Dat zijn de zaken waarnaar men kijkt. Vandaar dat het heel correct was voor de president om in het begin van de termijn te zeggen, laten we een substantieel deel investeren in infrastructuur, want het is de randvoorwaarde om een spin-off te krijgen in de productie. Anders krijg je geen investeerders, want die kijken vooraf wat je, of je het in plaats hebt. En dat gaat dus een hele spin-off creëren in die productiesector. Wat we vandaag hier zijn gestart om te doen, zijn de damwanden inslaan. Waarom damwanden? Omdat deze weggedeelte zware verzakkingen vertoont. En de stabiliteit is komen weg te vallen vanwege het feit dat dus die talud die er bestond niet meer aanwezig is. Dus we gaan het op een andere manier moeten doen. En technisch hebben we het kunnen uitwerken dat de damwanden een bepaalde stabiliteit gaan veroorzaken, waardoor die wegbreedte ook wat meer kan gaan worden. We brengen het naar een wegbreedte van 6,2 meter, waarbij dan het manoeuvreren door weggebruikers vergemakkelijkt, maar de veiligheid ook upgrade. U begrijpt dat uiteindelijk met de beschikbare ruimte die we hier hebben, wij helaas geen fiets- en bromfietsenpad gaan neer kunnen leggen. Misschien in de toekomst gaan we dat bekijken hoe we dat kunnen doen. Wat we wel gaan doen is, waar we nu staan, links van de weg, gaan we bekokeren. En de palen van EBS zullen dan verplaatst worden om die ruimte te kunnen creëren. Nadat we damwanden hebben aangebracht, dan zullen we ervoor zorgen dat de ontwatering van het gebied goed verloopt. Of we zullen dat gaan verbeteren. En de nutsbedrijven die komen ook aan de beurt. Dus we gaan dan op de noordelijke berm bezig zijn. Op de noordelijke berm waar nodig zullen we duikers aanbrengen. En het zal een combinatie zijn van een open riolering en een gesloten riolering. Maar op sommige plaatsen bestaat de open riolering zelf nog niet. Dus dat zullen we dan ook gaan uitgraven. Wat er dan zal gebeuren, onder de weg op verschillende plekken, zullen dan dwars doorsteken gemaakt worden middels duikers. En die worden dan aangesloten aan de damwanden. En dan, zo kan het dan afwateren naar het kanaal. Hoe lang was de situatie zo? Deze weg was 13 jaar geleden geasfalteerd. En binnen deze 13 jaren hebben we zeker wel iedere keer moeten repareren. Komt ook doordat er heel veel zwaar verkeer op komt. En het nieuwe ontwerp hebben we daarom ook daarover nagedacht.
En we hebben dan ook ervoor gezorgd dat we het vooronderzoek hebben gedaan. En uit alle metingen en alle berekeningen hebben we dus gezien dat we een grotere wegpakket moeten aanbrengen. En dat zal dan ook gebeuren.